Hallo iedereen. Hierbij een kleine oefening om te zien of jullie het verschil kennen tussen betekenen en bedoelen. Of bedoelen en betekenen. We hebben vijf zinnen en hier moet je een vorm van bedoelen of betekenen invullen. Ik lees de zinnen en ik geef jullie even de tijd om na te denken wat je moet invullen. En daarna geef ik de oplossing. Blijf even kijken tot het einde, want daar lees ik nog even al de zinnen met de juiste oplossing. Zo vul een vorm in van bedoelen of betekenen. 1. De buurman zei iets, maar ik wist niet wat hij. Let ook op de tijd in de zin, die in de zin gebruikt is. De buurman zei iets, verleden tijd, onvoltooid verleden tijd, OVT. Dus dat betekent dat jouw bedoelen of betekenen ook in de onvoltooid verleden tijd in de OVT moet staan. De buurman zei iets, maar ik wist niet wat hij bedoelde. 2. Hij is allergisch. Dat hij geen tomaten mag eten. Hij is allergisch. Dat betekent dat hij geen tomaten mag eten. 3. Ik neem een bakje champignons. Wat bak je eigenlijk? Ik neem een bakje champignons. Wat betekent bakje eigenlijk? 4. Mag ik dat groene... daar, dat groene... Peterselie. Mag ik dat groene... daar, dat groene. U bedoelt peterselie. 5. Wat? PP. Per persoon. Wat betekent PP? Per persoon. Ik lees nog even al de vijf zinnen met meteen het juiste antwoord erin. 1. De buurman zei iets, maar ik wist niet wat hij bedoelde. 2. Hij is allergisch, dat betekent dat hij geen tomaten mag eten. 3. Ik neem een bakje champignons. Wat betekent bakje eigenlijk? 4. Mag ik dat groene? Daar, dat groene. U bedoelt peterselie. Wat betekent pp per persoon? Bedankt voor het kijken en tot in mijn volgende video.